Yes, dames en heren, je ziet het goed. Een volle auto achter mij. Helemaal bepakt. Het is avond, we gaan een kort nachtje vissen. En ik heb er zin in. Ik ben gewoon niet geweest hier. Ik heb 2 jaar niet gevist. Dus we gaan het gewoon eens proberen. Het schijnt mooi te zitten nog steeds. Dus ja, wie niet wagen, wie niet wint. Ik neem jullie mee. Ik ga de trolje inhalen. En dan zie ik je zo. Zo, een paar minuten later. De trolje staat vol. We gaan naar het water toe. Hoppakee. Aangekomen bij het stekje. Het trolje staat er mooi bij. Lekker stukje open, maar we zijn er. We gaan knallen. Ja jongens, het is niet te geloven. Je ziet het hier. Een heus ware professionele statief. En we hebben een nieuwe lens. Echt een duur ding. Maar daar filmen we nu mee. Waarschijnlijk zie je echt wel een hoop kwaliteitsverschil. Dus ja, we gaan knallen voor u. We hebben even goed geïnvesteerd. En er komen de komende maand een paar verhangelijke video's aan. Ik ga mijn eentje. Chitten gaat met Bram. En Daniel T. denkt dat hij nog steeds in Gersonis was. Maar goed. Ja, we gaan dus allebei wel een weekje apart. Dus 2 aparte video's. Wordt knallen. Blijf sowieso op de hoogte ervan. Doe vast een duimpje omhoog. En abonneer voor meer. Om de video's niet te missen. En ja, met dikke nieuwe apparatuur gaat het natuurlijk helemaal goed komen. Ja, dat is altijd genieten. Dan ben ik lekker aan het filmen. En dan is de accu op. De batterij. Dus die viel weg. Maar goed. Tentje staat. Ik heb een stretchetje neergezet. En er staat lekker windje. Ik had eigenlijk nog een concurrent zitten daar zo. Op dit plekje met zijn scootertje en zijn vierde engel, maar die is net weggegaan. Volgens mij schokte hij toen hij mijn tent zag. Maar goed, ik ga 1 engeltje dus hier leggen bij dit regenveldje. Andere hier links de zij zetten. En dan gaan we het wel zien. Lang gereden zoals ik zei. Maar het zit heb je onlangs nog gevangen en 1 verspeeld. Dus er zit nog vis. We gaan het gewoon proberen. En ik neem jullie gewoon mee met alles. Dames en heren, ik heb even mijn rigs geknoopt. Ik zal ze laten zien aan jullie. In mijn roodsysteempje. Visvijg. Als de vis, als je hem verspeelt zeg maar, dan schiet hij eruit, kan de reader en het rood los wegkomen en zit hij weer nog met de onderlijn. Pop-up tijgenootje en een XXL tijgenootje. Tijgenotenkopen.nl. Ik heb de boekwijd en de XXL tijgers even gemengd in een potje. En die ga ik zo ook bij het voertje doen voor de voerboot. Deze engel gaat tegen de regen aan. Ja, mijn andere engel, in het systeem, ga ik voor de kant vissen voor de zijsloot. Met een bloedrond van Hollywood, een bolie en een geel fake pop-up maisje erop. Staat het zo mooi boven de bodem. Hetzelfde verhaal, dezelfde lengte onderlijn. Stukje soepel. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Maar het werkt gewoon altijd. Je hebt de pot zoals ik zei. Kijk wat erbij. Hopen dat de brasers niet actief zijn. En dan ga ik nog bloedrond van Hollywood verkruimelen. De rest van de borrel ga ik dan met een bolie-pijp in de buurt omheen gooien en dan gewoon een prima presentatie om 1 aanbeet te forceren. Het is een beetje een drama jongens. Je ziet het om mijn knie. Ik heb nog steeds last van mijn knie. Knieband of kruisband waarschijnlijk gescheurd. Ik kan nog geen echte conclusie trekken, want ik ben nog niet bij zo'n specialist geweest. Maar ik kan dus eigenlijk niet verder dan dit buigen. Aardig heel kantje en dan moet ik de voerboot laten zakken. Ik heb wel eens van die stokken gezien dat je de voerboot in het water kan leggen. Ik zullen ze maar gaan fabriceren. Er wordt nog wat. Volgende week naar Frankrijk. Ah, het is gelukt. Ik denk dat je 2 mag erin. Deze gaat lekker dicht bij het kantje. Zo, een paar handjes boetworm, houtboet, bol erbij.
En die ligt ook daar. Zo, Breintje. Zeg daar voor de nacht. Het is tijd om te ruksen. Jongens, je hoort het. Regen. Niet best. Daar ben ik niet zo blij mee. Ik wil droog zo blijven. Morgen weer een natte tent. Maar goed, hè. Het geeft niet. Maar ja, ik zou nog even bijpraten. Ik heb nog 1 weekje werk. Dan heb ik bouwvak in mijn werk. En dan ga ik 5 of 6 nachten naar Frankrijk. In principe in mijn eentje. Eerder beginnen dan Chit en Bram. Die gaan ook. Die gaan een paar dagen later. Dus misschien nog een soort van een crew-app doen. Dat we elkaar opzoeken en een paar nachten samen vissen. Dus dat is wel gaaf. En dan ga ik daarna lekker dag thuis. Dan ga ik met maten roadtrippen in Scandinavië met een camper. Dus dan is het even 2 weken niet vis. Dan gaan we daarna weer beginnen. Dus ja, voor nu mijn laatste Nederlandse nachtje. Ga even de boel allemaal ordenen en opruimen hier. En dan ga ik even lekker chill. Even chillen. Even op een stretje liggen. En het kamp van Koningsbrugge kijken. En hoop ik dat hij nog gaat voordat het donker wordt. Fingers crossed. Hey jongens, ik heb de schip vrij dicht gedaan. Ik was toch redelijk dicht bij een rivierveld. Ik heb al 1 meter of 4, 5 ervoor gehouden, omdat het natuurlijk s'nachts slaap. Nee, dat ik niet. Alle seconden op je engel. En geen topbeurt, strakke lijn. Als ik natuurlijk ook weer extra ja, marge aan speelruimte wat je niet kan horen door piepen. Dus ja, nu een beetje een bolle wat bijvoeren en hopen dat die afgaat. Ik heb een goed gevoel. Er zat lekker windje op dat hoekje. Dus we gaan zien. Nou, ik heb er een lekkere bende van gemaakt. Maar goed, we gaan het eens even opruimen. Zo jongens, het is inmiddels 11:00. Ik ben lekker moe, dus ik ga slapen. Het windje was wat minder geworden, maar is nu weer aangewakkerd. Dus ik denk wel goed. Ja, ik ben benieuwd. We gaan het wel zien. Ik zie je bij het eerste volgende shot als de actie is. Dat is wat rust. Hey jongens, het is bizar, het is voor 12. En kijk eens wat daar in het water ligt. Een stringetje vol. Super mooie vis, echt super sterk. En terwijl ik ermee bezig was, ging de andere helemaal af. Ik denk, nou wat gebeurt hier? Wat hebben we daar? Brazen. Dus dat is wel jammer. Dus ik kijk wel een beetje op Chit. Maar was ik een beetje te verwachten met die particles. Dus ik ga straks even minder particles bijvoeren. Want hier ga ik niet heel de nacht voor vissen, voor zulke beesten. Maar ja, mooi, ik ga mijn camera even installeren, zelf ontspannen. Maar het is echt een dikke schub, ik denk wel een kilo of 11, 12. Dus dat is mooi. Je ziet hem zo. Jongens, kijk hier is het. Is niet normaal. Wat een beest. Super mooie vis. En ja, ik heb een berensterke schub als het. Voor 12 ging hij nog af. Ik ga hem zwegen, want hij weegt wel wat. Een tijdje geleden dat ik zo mooi heb gevangen dit jaar. Dus dat doet me goed. Zo vlak voor de Frankrijk sessie. En het weegt. Hier, hoppa. 11,5 kilo. Dat is toch wel even lekker. Ik zal hem jullie laten zien. 11,5 kilo op de broedworm Harryboot. En hij ging af in het zijstootje. Een paar meter voor de kant. Dus super blij mee. Echt een mooie vis. Punt gaaf. Hij was ook echt heel sterk. Dus ik ga even een fotootje maken van zelf spannen. En dan mag het weer gaan. Heerlijk. Aan de andere kantje. Zet er al de vissen waar je het voor doet. Kort nachtje. Laat aangekomen. En is dat wel een van de mooiere van dit water. Hey jongens, hij mag weer gaan. Prachtige vis. Heel blij mee. En daar is die. Lekker jongens, genieten. Zo jongens, daar gaat het engeltje. Hetzelfde recept. Bootworm Harryboot Poly. 2G fake maatjes erop. En het scheelt, ik heb een hardwand aan de kraan gegooid. En ik onthaak die vis zeg maar. Dus dat hij heel die boeien is aangevreten. Dus,
geen zin om nu te gaan stomen. Dus ik doe weer een hard one. En hoop ik dat ik in een run krijg voordat hij opgeheet is. Het is ook niet zo heel veel uur meer dat ik moet vissen. Voordat de wekker gaat goed werken. Dus ik ga hem inknopen. Zo, breintje goed laten afzinken. Doe twee handjes maar, niet te gek. Zo, we liggen weer. Ik ga terug mijn bed in. Wel rust alvast. En ik zie je bij de volgende vis. Tot zo. Hey jongens, goedemorgen. Het is 6:30. Ik ben moe. De wekker is gegaan. Dat betekent dat ik moet op gaan ruimen. Geen runs of iets meer erbij gekregen. Een beetje te moe dat ik kreeften heb opgegeten. Oh jammer. Maar goed, ik had ook mijn rust nodig. Dus op zich ook niet zo erg. Een mooie vis gevangen. Dus ik ga rustig beginnen met opruimen. Zie je zo. Yes, de trolley wordt langzaam weer gevuld. Tank staat nog, maar die ga ik zo afbreken. En dan weet je vaak wel hoe laat het is. Het is het einde van de video. Zoals ik zei, ik ga vanaf zaterdag op vakantie naar Frankrijk vissen. Het is nu maandag, dus de laatste nacht in Nederland dit jaar. Of deze periode. De video komt waarschijnlijk wel voor Frankrijk. Online. Maar goed, volg ons zeker ook even op Instagram. Dan gaan we af en toe natuurlijk wat foto's en updates sturen van de Frankrijk trip. Dat was sowieso een hele dikke sessie. Bram en Chit gaan ook apart. En dus er staat veel moois voor u te wachten. Doe vast een duimpje omhoog voor deze video. Abonneer voor meer als je het nog niet gedaan hebt. We hebben alsnog het grootste deel van onze kijkers is niet geabonneerd. Een stuk of 60 of 70%. Dat zou toch wel leuk zijn als die ook allemaal abonneren. En dan zie ik jullie volgende week weer. Laters.